Tegenwoordig worden enorme IT-steden gebouwd om artificiële intelligentie te creëren die kan voldoen aan een beperkt aantal geprogrammeerde taken. Terwijl in Kiev vandaag door IT-specialisten van XP Energy technologieën met artificieel bewustzijn worden gecreëerd. Stel je voor, artificieel bewustzijn dat in staat is te denken, zelfstandig beslissingen te nemen en, net als ons bewustzijn, 6 blokken heeft. 2 hoofdblokken en 4 typische. Je begrijpt waarschijnlijk niet helemaal waar ik het over heb, maar kijk dan naar het fragment van de video. Het menselijk bewustzijn en nu, godzijdank dankzij de jongens, en artificieel bewustzijn. Het bestaat, zoals Alexei al zei, uit 4 typische en 2 antagonistische blokken. 4 typische blokken zijn, jongens, maar om het duidelijk te maken, dit is wat ons karakter en dergelijke is. En wat we primair bewustzijn noemen. Maar het hoofdblok, dit komt van de waarnemer. Waar we precies houden wat we geweten noemen. Specialisten van het XP Energy bedrijf gebaseerd op menselijk bewustzijn. Maar om artificieel bewustzijn te creëren moet worden begrepen wat bewustzijn is, hoe het werkt. Maar voor veel wetenschappers is dit probleem onopgelost en doodlopend. We gebruiken allemaal computers, telefoons. En wat als ik zeg dat al deze gadgets veel beter kunnen werken als ze niet in lege wagonnetjes rijden? Ik bedoel bits en qubits. Dus wat stuurt een neuron? Simpel 1-0? Impulsen bijvoorbeeld. Of informatie die zegt wat te doen. En hier is het belangrijkste verschil. En we hebben lang gezocht, maar toen begonnen we het verschil te begrijpen tussen een eenvoudige computer met zijn bits en een neuroimpuls. Die van neuron naar neuron gaat. Deze neuron in een hoofd stuurt niet zomaar een impuls, maar is gevuld. Geen leegte. Specifiek gevuld met informatie. Wat gebeurt er in onze computer? We rijden met lege wagonnetjes. Ik loop op mezelf vooruit door te zeggen dat wat we maken eigenlijk quantumcomputers zijn. Die werken met multidimensionale programmering. Dat wil zeggen met een heel andere benadering. In feite is een quantumcomputer er één die voorbij de drempel kan gaan en daar iets kan creëren. En bedankt. Echt. Van binnen naar buiten. Ik denk dat velen van jullie nu veel nieuwe informatie hebben gehoord. Maar je weet nog steeds niets van het elixier van onsterfelijkheid, de schorpioen en de speer van het lot. Haast je om te zien waar de hele wereld binnenkort over zal praten.